en Fiona samen altijd heen. Seth en Fiona samen nooit meer alleen. Hun tweeling leeft voortdurend samen bij elkaar. Zelfde jurk en zelfde vriend en zelfde haar als Seth. Iets voelt dan voelt Fiona met hem mee. Super blij, het telt voor alle twee. Zet en Fiona samen niets meer eng, verbonden door dezelfde navelstreng. Goedemorgen, mijn naam is Roel en u? Jaap. Je moeder wilde dat ik bleef slapen. En ik wist niet dat ze een zoon had. Het was ook niet mijn bedoeling. Het maakt me echt niks uit wat mijn moeder doet of wat ze niet doet. Of dat ze gaat logeren of dat er iemand komt logeren. Ze is volwassen genoeg. Ja, dat is zo, ja. Dus als ze zo nodig thuis een keer wil neuken, dan moet ze dat zeker doen. Ja, natuurlijk, ja. Ja, kan ik misschien straks even de tandenborstel gebruiken? Er ligt nog wel een nieuwe voor je. Oh, dank u wel, hoor. Oh, goor. Ik zie dat jullie elkaar al hebben ontmoet, Jo Jaap. Ja, het lijkt me een heel aardige jongen. Het is een heel aardige jongen, Jo Jaap. Nee, het is Jaap, niet Jo Jaap. Dat heb ik wel vaker, dat ik een naam verkeerd uitspreek. Ik had hier misschien niet moeten blijven slapen. Ik had het misschien niet moeten toestaan. Mijn man en ik zijn nog maar net uit elkaar. Jo Joop. Jaap. Sorry. Het geeft niks, hoor. Nee, nou denk je dat ik niet in je geïnteresseerd ben. En dat is het niet. Nee, maar ik moet weg. Om 4 uur moet ik weer tegenaan. De apotheek? Nee, naar school. Oh, jij gaat nog naar school? En ik bedenk dat je bij de apotheek werkt. Hoe kom ik nou bij de apotheek? Nou, lopend of fietsend. Ik denk dat je nu snel moet gaan, Guus. Jaap. Dat zeg ik, Arnold. Ja. Nou, laten we dan maar eens gaan, hè. Laat jij maar eens gaan. Misschien kunnen we nog een afspraak maken. Dat lijkt me heel leuk. Na de feestdagen. Welke feestdagen? Alle feestdagen. Maar waren het zo gezellig gisteravond met z'n tweeën? Daar kan ik mij niets van herinneren. Op het klassenfeestje bij mijn collega Duits en zijn vriend. Dat zijn twee chocoladeridders. Oh, ik geloof dat ik door de dipsaus het bos weer zie. Klassenavond bij mijn buren. Ja, bij Freek hiernaast. Oh, god, was jij dat met dat koekappen? Nee. Ik was je medespeler met Geef die knikker door. Oh ja, Geef die knikker door. En dan moest je de knikker via de nek door. Nee, via de mond. Jij had dan de knikker in de mond en dan duwde hij me bij in de mond. En dan vice versa. Oh, en dat heb ik met jou gedaan. Ja, en daarna hebben we ezeltje geprikt. Ezeltje prikje? Doe maar, dat is een ruig avondje geweest. Ja, inderdaad hoor. Ah, maar dat was gisteren en het is nu vandaag. Ja, maar Fiona, gisteren zei je nog tegen... Rob, sorry. Ja. Ik kan amper je naam onthouden. Mijn ex-man spookt nog door mijn hoofd. Je moet me maar vergeven. Jaap. Jaap, inderdaad. Nou, dat is dan heel vervelend, hè? Dat wordt dan een heel lang vaarwel. Ja, ik denk het wel. Ja. Tot volgend jaar. Zelfde tijd, zelfde braderie. Ja. Man, dit is al de zoveelste onbekende vent die deze maand is blijven slapen. Nog even heel Nederland heeft tussen je benen liggen gluren. Mijn zoon heeft een ernstige hersenaandoening. Ik ken hem amper. Nee, ik ook niet. Hij is jaren in een hersenopvangtehuis geweest. Kijk, hij heeft een herkenningsvermogen, dat is nihil. Alles wat laag praat en een bril draagt, daar ziet hij een vader in. Maar hij is toch volwassen? Ik heb vanochtend nog met hem staan praten. S'morgens is hij fris als een hoentje, maar om 10 uur, na de koffietijd met Hans en Mireille, dan zakt hij in. Dan zakt hij in als een gek en de dokter is daar machteloos. Het is niet te genezen. Oh, daar heb je hem. Mama. Nee, niet denken, Roel. Het valt reuze mee. Roel, ik waarschuw je, dit is niet je papa. Papa. Ja, hè. Tot ziens, hè. Het is dus toch Roel, is het niet? Papa. Nee, ik heb alleen mijn ezeltje geprikt met je moeder. Papa, blijf bij mij. Ik kan niet goed denken. Maar ik ben je papa niet. Papa, niet gaan. Ik ben je papa niet. Papa. Ik wil op je rug. Oh, ik word er een peu nerveus van.
zet. Hallokidokie. Oh, meid, hier, badmutsen. Wat een dag hebben we weer gezakt voor mijn diepzeeduikdiploma. Oh, dat is nou de derde keer. Ja, ik dat mond-op-mond beademen, ik word er helemaal opgewonden van. Weet je wie ik nou weer moest mond-op-mond beademen? Marja Duif, je weet wel, die oude verpleegster. Je weet wat die ons ter wereld heeft geholpen. Ach, is dat zo? Ja, die met die eczeem tussen de tenen. Als zij gezond mee moet het zwembad 1 liter chloor toevoegen. Oh ja? Je weet dat Marja Duif die mama nog gewassen heeft. Ach. En afgelegd. Hou op. En met watten heeft gevuld. Zit, hou op. Nou, dat is de reality hoor. Zo is het. Cameraman, cameraman. Het is geen sport, het is comedy. Dat is de realiteit. We zijn te laat ter wereld gekomen. Mam is overleden. Ik ben geboren met een zuurstofgebrekje. Oh, zuurstofgebrekje. Toen jij ter wereld kwam, ging er iets mis met de ozonlaag. Nou... Ja, Zet, voor je verder gaat, het is voor mij een belangrijke dag. Ik krijg een hele belangrijke klant. Het is een dame on the top. En zij kan zorgen dat mijn schoonheidskamertje gaat lopen. Eet jij zure bommen? Ja. En vorige week was je misselijk en nu eet je zure bom. Je bent al niet zwanger, hè, Fionn? Al een klein kindje, petit pipi. Waarom bel jij niet gewoon iemand op? Dat meen je niet. Je pakt een telefoonboek, blind prikken, bellen en dan klets je daar tegenaan. Ik hoor het al, het is familie, hè, het is familie. Fionn, ik kan me niet voor. Mag ik dat koffie van je lenen? Ja, pak maar. Oké. Bedankt, doei. Niet de hele kan meenemen. Nou, er zit echt niet zoveel meer in hoor, Fionn. Het is mijn koffiekan. Ja, maar je weet dat Freek niet zonder koffie kan. Ken. Kun. Je weet dat Freek niet zonder koffie ken kunt gaan. Jullie hebben toch een eigen koffiezetapparaat? Ja, ik ben aan het ontkalken. Ik ben vergeten helemaal te verversen. Echt dommie dommie. Heel erg dommie dommie dommie. Nou, jij was ook lekker dommie dommie gisteren. Je was wel lekker bezig met die godsdienstleraar, die Jaap. Ezeltje prik, je meer niet. Ezeltje prik, meid, laat me niet lachen. Ik heb 3 kwartier zitten boenen om de vlekken weg te werken. Hi, Roel. En Seth, nog wat gevangen in het zwembad? Ja, koffie kan. Mama. Waarom doe je dat nou toch de hele tijd? Waarom kom je de hele tijd met vreemde mannen aanzetten? Ik kan gewoon zo moeilijk nee zeggen. Ach, altijd als jij de deur uitgaat, kom je met een vreemde thuis. Nou, dat is onzin. Klinkklare onzin. Ik vind het gewoon ontzettend vervelend om elke ochtend weer een nieuwe man in mijn bad. Ik heb alleen maar gewone koffie. Ik wil dat je gaat gillen. Ja, ik moet cafeïnevrije koffie hebben. Dat weet je toch? Ik kan niet zeggen gewone koffie. Ik zeg, ik heb geprobeerd om koffie te krijgen. Maar kan ik dat koffie weer vinden? Ik ga gewoon naar je zuster koffie vragen. Koffie, Fionn, heb jij misschien... Ik bel met mijn zuster vreemd. Ze heeft geen cafeïnevrije koffie. Ze moet wel cafeïnevrije koffie hebben. Ze is al was het de koningin, Freek. Dan vraag je het aan de koningin. De koningin drinkt nooit cafeïnevrije koffie. De koningin drinkt alleen maar sinaasappelsap. Hij had natuurlijk niet moeten blijven slapen. Maar ja, stuur jij maar eens iemand weg s'nachts. En dan nog een godsdienstleraar van jouw school. Verrek. Ik dacht, wie is dat toch? Dat is Jaap Timmermans. De broer van Gert en Hermien. Oh. En die is blijven slapen? Ja, blijven slapen, ja. Jezus, maat. Ze heeft geslapen met een godsdienstleraar. Heb je geslapen met een godsdienstleraar? Hoe kun je? Hoe kun je? Hoe weet ik nou dat dat een godsdienstleraar is? Hij heeft niet het Oude en Nieuwe Testament op zijn ballen getatoeëerd. Trouwens, hij moest wel eerst knielen voor hij in me kwam. Ja, ik dacht dat hij zijn lens kwijt was, maar hij prevelde onze vader. En daarna moest ik knielen van hem. Ook om te bidden, zeker? Nee, zo kan je die houding niet noemen, liever. Nou, mam, dit gaat me echt te ver, hoor. Nog even en het hele lerarenkorps zit hier in de lunchpauze voor een beurt. Ah. Nou, ik niet, hoor. Mama, op die manier wil ik echt niet slagen. Ik denk dat mijn eerste klant voor de deur staat. Hoor? Dat heb ik gehoord. Jongens, belangrijke klant, geld, investering en de klant is koning. Goedemorgen. Dag, mevrouw. Scheldt op patent. Zijn dat ook klanten? Nee, dat zijn asielzoekers. Oh, wat genereus. U kunt rustig doorlopen. U kunt ze beter niet voeren. Ach, Roel. Roel, heb jij misschien een beetje cafeïnevrije koffie voor me? Ik heb dat nodig, weet je. Want anders ik zal even kijken, Freek. Momentje. Ja. Nee. Alleen Nelson Mandela Vela koffie. Oh, nee, daar kan ik niks mee. Als ik geen decafé krijg, dan ga ik helemaal schuimen. Dan ga ik trillen. Dan kan ik geen les geven op deze manier. Ja, maar niet zo aan. Nou, als er iemand is die zich hier aanstelt, dan ben jij het wel. Oh ja? Ja. 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 Oh, ja. Ja.
Ik ga. Ik ben spuugzat met jou. Zet, je weet niet wat het is om Duitse les te geven, moeten geven tegenwoordig. Die buitenlanders die worden levensgevaarlijk. Dat zul je dan zelf maar gemaakt hebben, Freek. Nou, helemaal niet. Het is toch kwats dat je al verdacht bent als je alleen maar een plaat van Udo Jurgens op wil zetten. Nou, Danny Christian vindt het ook heel erg leuk om in Nederland te leven en te werken. Al is het één keer in twee maanden dat hij werk heeft. Maar Seth, vorige week hebben drie Turkse jongens proberen me in brand te steken. Ja, zullen jullie wel een vuurtje willen geven, Freek? Nee, ze kwamen heel bedreigend met die aansteker op me af. Nou, maar dat was iets heel anders dan dat ze je in de brand wilden steken. Maar ik rook toch helemaal niet, Seth? Waar is de koffie? Jongens, waar is de koffiekan? Seth, hier! Ja, ik ben er, hoor. Seth, het is toch niet normaal als je hiernaast woont? Ik heb absoluut geen zin in het oude zussengemuts. En ik heb geen tijd voor dat oude nichtige trut. Mevrouw, het schild van papé wil koffie. Nou, Fiona, bloed- en vaatziekte. Moet je gewoon een keer normaal doen, ik word er knettergek van. Ik heb koffie nodig. Meisjes, 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 mag ik even? Ik heb iets heel belangrijks te vertellen. Fiona, je weet misschien nog wel die Jaap waar jij gisteravond mee... Weet je wat, die collega van mij waar jij mee gekookt... Die godsdienstleraar. Ja, waar jij mee gekookt hebt, weet je wel? Dat jij in je mond van die kok een hostie maakte... en dat je het dan zo doorgaf van hem zo in zijn mond. Weet je niet meer dat? Mm. Ook niet meer dat jullie hebben gepluisjepijpt? Weet je niet meer? Pluisjepijpen? Pluisjepijpen? Pluisjeblazen. Ja, blazen, pijpen. Pluisje. Oh. Nee, nou ja, goed. Om een lang verhaal kort te maken... Dat kan niet meer. Nou ja, er was vanochtend een vrouw aan de telefoon en die vroeg naar Jaap. En omdat Jaap niet bij ons was, heb ik haar jouw telefoonnummer gegeven. Suffert, suffert. Stel dat het de vrouw van Jaap is. Huh? Zet. Nou, we gaan. Ja, tot Freek. Succes, maar. Succes. Verder, verraaiers. Het kan ook gewoon een klant zijn voor de beauty salon. Beautyboerderij, Fiona. Ja? Ja, mevrouw. Jaap was hier. Ja, ik begrijp het. Ja, dat begrijp ik. Ja, ik begrijp het. U komt langs. Nee, dat begrijp ik niet. Ja, nee, dat begrijp ik wel, maar dat... Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, begrepen. Oh, ze komt langs. Excuseer. De koffie komt eraan. Ja, efficiency. Ik zeg het zo vaak als headhunter. Headhunter? Ja, ik ben headhunter. Ik zoek de juiste man voor de juiste baan. Maar er zijn zo weinig banen. Maar niet aan de top. Neem nou vorige week. Een minister van Justitie, een minister van Binnenlandse Zaken, een hoofdcommissaris van Politie voor Amsterdam, een fractievoorzitter van het CDA, een voorzitter van de KRO. Al die banen waren bijna vrij. Wat heeft u een drukke baan? Ja, nu ben ik op zoek naar een nieuwe presentator voor Waku Waku. Het was wel erg moeilijk om hier een parkeerplekje te vinden in deze omgeving. Ja, moeilijk, hè? Ja, het was zo gek. Ik reed nog bijna een man aan. Oh, dat is wel gek. Het was schrikken. Het gekke was namelijk dat die man een jongen op zijn rug had. Het was heel vreemd. Nou, het zullen wel geestelijk gehandicapten geweest zijn. Dat heb je toch tegenwoordig van die therapieën voor geestelijk gehandicapten? Dan gaan ze met z'n allen zwemmen of paardrijden of bij elkaar op de rug. Ja, ik kijk even of uw huid nog meegeeft, mevrouw. Scheldtoop, Patijn. Patijn, ja. Ja, u heeft een hele mooie, maar zwaar verwaarloosde huid. Mm. Ik zou dat graag met ezelinnenvocht willen bevochtigen, ja. Iedere dag. Wat is uw dagcreme? Carizona. Ja, dat weten de mensen niet. Dat veroorzaakt kloven bij vrouwen. Oh, denkt u nou dat die ene Mongool in de gaten heeft dat er een andere Mongool op zijn rug zit? Het zag er zo vrolijk uit en zo muzikaal. Mm-hmm, het is maar goed dat we soms niet weten wat er met ons gebeurt in ons leven. Dat is maar goed ook. Ik weet ook niet wat mij nu te wachten staat. Ik laat het maar over me heen komen, zo'n behandeling, dat is het. Inderdaad. Ik ga even de koffie halen en de komkommerschijfjes drinken in zoutzuur. Wat? Waar is die komkommer? Kijk eens in het naaimandje. Ik heb die komkommer nodig voor de schoonheidsbehandeling. Breng jij vast even koffie naar mevrouw. Die komkommer. Die komkommer heb ik aan Seth meegegeven. Is die nou helemaal besodemieterd? Straks heeft hij alles van ons, Seth! Kom die komkommer brengen! Freek is er niet. Freek, waar is die komkommer gebleven? En Zit. Dan is er koffie. Fiona, ik word hartstikke gek. De hele dag of dat ik hem aangegild. Ja, wilt u melk in de koffie? Graag. Ik vraag het nog één keer. Die komkommer, waar is die? Ik heb hem niet. Misschien heeft Freek hem al meegenomen. Ik wil die komkommer nu, anders op de erger. Nou,
Gekjes! Ze zijn wel bezig daar, hè? Suiker? Nee, epilepsie. Hè? Huh? Twee klontjes? Nee, ik heb zoetjes bij me. Ja, en dat allemaal om een komkommer, hè? Nee, zoetjes. Ja, nee, ik bedoel buiten. Ruzie in een groentetuintje, het zijn echt asociale. Oh, nou weet u, toen ik hier op weg naartoe was, zag ik een geestelijk gehandicapte man met een Mongool op zijn rug voorbij rennen. Ik reed ze bijna nog aan. U bedoelt die man met die bril? Ja, zo'n zwakzinnige. Ja, zo'n Jostie-type met blokfluit. Nou, deze had iemand op de rug. Oh, maar dat was geen Jostie, hoor. Oh, ik zou bijna nog denken. Nee, die lopen hier niet vrij rond. Nee, die ene Mongool was de nieuwe vriend van mijn moeder en die andere Mongool was ik. Wat? Hoe heb je die komkommer? Ik heb geen komkommer. Ja, wat moet ik beginnen? Nou, ik word gek. Je hebt nog een pot zure bommen, gebruik dat dan. Ja, kan toch moeilijk schijfjes zure bom op de gezicht gaan leggen? Nou, zo hoef je toch niet te zien. Je maakt gewoon schijfjes zure bom en haartje dekje gooit gelijk op de ogen. Ziet ze niks. Nou, ze heeft koffie en ze heeft ook het liefste dat ze dood was. Dood of zo? Nou, ze dacht dat die Jaap van jou een Jostie was met een Mongooltje op z'n rug. En ik heb gezegd dat het jouw nieuwe vriend was. Dat is fijn, mijn eerste cliënte. En die wil dood. Die wil dus nu meteen weg. Ah, maak je niet druk. Ze kan toch nooit van die stoel afkomen. Oh, gelukkig. Dat is niet jouw vriend. Oh. Mama? Ja? Die Jaap Timmermans? Oh, die Jaap Timmermans, ja, die is niet mijn vriend. Ja, dat kun jij wel zeggen, maar wie zegt dat? Ja, ik? Ja, maar jij zit te vroeten in een heel goed huwelijk. Want straks komt die vrouw van Jaap om uitleg vragen. Er is helemaal niets gebeurd. Nou, er is niks gebeurd. Ik bedoel, het is dat ik wist dat het een klasseavond was van Havel 3 en dat Freek daar de mentor van is. Anders dacht je dat vanuit het hand gelopen Tupperware party bij hem niet brons was. Goed hoe jij eens het je prik speelde. Moet ik het spelletje kennen? Moet ik dat spelletje kennen? Op een gegeven moment zit ik met de vingers in de anus van je... Hey! Hij struit. Want vroeger was je wel anders, Fiona. Ja, vroeger is dood. Vroeger was ik getrouwd. Ja, is ook een beetje dood. Ja, ik was niet degene die zo nodig met de databanksysteemsecretaresse moest centerparken. Nee, ik was degene die niet eens wist dat haar eigen man zich bezighield met andere vrouwen. Duifje, wat er ook gebeurt, we houden van je. Forever. Forever. And ever. And ever. And ever. And ever. And ever. And ever. We feel the love, my only love. I hail your love. Fiona, we willen alleen maar... Dat ik gelukkig word. Ja. Maar dat ben ik. Oh, stoertje van me. Ik ben echt blij dat ik van Jos af ben. Ja, dat was ik in het begin ook. Ik was ook heel erg blij toen ik met Toon uit was. Ja, maar Toon en jij hebben krap 7 maanden verkering gehad. Ja, ik weet ook wat ik er een beetje tegen was. Ja, ik was blij dat die griezel weg was, ja. Maar misschien had je ook wel gelijk. Misschien was een leeftijdsverschil van 54 jaar ook wel iets te veel. Mm-hmm. Maar ja, toen het over was tussen Toon en mij, ik was echt zo opgelucht als een kind. Maar je was een kind, je was 14. En hij was 68. Ja, maar ik kon heel veel Michael Jackson nadoen. Albert Mall ook. Nou, ik weet het wel, misschien hoorden we niet bij elkaar en toen het over was tussen Toon en mij en ik voor hem nog een hele leuke plek wist te vinden in de verzorgingsflat, toen was ik echt gelukkig. Ik was opgelucht dat het over was. Maar toch, ik miste iets. Ik miste dat oude, vertrouwde gevoel, dat bekend zijn met, dat gewend zijn aan. Ik weet het wel. Ik weet nog als eerste masturbatie die ik moest doen zonder Toon. Ik miste die oude, vertrouwde hand van Toon. Ook al had hij maar 3 vingers, het was toch vertrouwd. Die bibberende hand die mij tot ongekende hoogte wist te brengen. Door het Freek is het ook niet slecht hoor, maar ja, ik mis soms die hand van Toon. Zet, Toon had de ziekte van Parkinson, dat mis je. En na de scheiding ben ik echt helemaal mezelf geworden. Freek is ook niet slecht hoor, hou me ten goede. Maar het is anders, het is toch zo'n Duitse strakke hand die al ritmisch mijn vlokken tapt. En hij slikt alles door, dat is wel lekker. Zet. Hoor. Gaan wij nog boodschappen doen of... Nee, Zet, vertel door. Nee, ik ga boodschappen doen. Moet je niet naar school, Freek? Nee, ik heb geen cafeïnevrije koffie gehad. Dan kan ik ook niet lesgeven. Ik heb ze afgebeld. Oh, moet ik nog wat voor jullie halen? Ja, een komkommer. Dat neem ik toch niet mee. Help, help. Kunt u mij niet helpen?
Ik kom niet van die stoel af. Ik ben gegijzeld. Oh, ze komt zo naar haar toe. Het is mijn zuster. Het komt allemaal goed. Nou, ik heb dat nog nooit meegemaakt bij een schoonheidsbehandeling. Oh, maar al het vreemde is even wennen. Ik weet nog wel dat ik voor de eerste keer gemasturbeerd werd door Freek. Dat is toch heel anders? Zo'n Duitse hausmacherwoeskevoel wat je over je heen krijgt. Ja, zo kan niet maar weer. Zet, we gaan boodschappen doen. Nou, we gaan lekker naar de Aschkop. Het is een aanbieding. Die Janneke brengt me een aquarel kwijlapje. Snel, het is een aanbieding. Snel, ja, zijn snel, we weer. Waarom heeft u mij zo lang laten wachten? Dat deed mijn zoon. Oh ja, ik wist niet dat hij een Mongool was. Nee, ja, hij kan niet lopen ook. Hij kwam me anders net koffie brengen. Deed hij niet op zijn knieën, hè, zonder te kwijlen. Ja, voor 12 uur kan hij nog wat lopen. Maar na 12 uur zakt hij in als een plumpudding. Oh. Het is een beenaardebeschadiging. Maar dat heeft u waarschijnlijk niet gezien, nee. Want als je iemand voor het eerst ziet, ga je niet direct naar zijn knieën kijken. Nee. Dus dat kan u niet weten. Mam, ik ga. Op je knieën, je weet dat je niet met je benen moet lopen. Mam, ik wil. Je kunt niet lopen, dat weet je toch? Ook al zou je zo graag willen. Dat heb je van je vader. Papa heeft hier helemaal niets mee te maken. Jawel, hij moest het zo nodig aanleggen met een personal computerassistente. Maar je bent nu toch gelukkig? Ja! Ik weet niet wat ik moet zeggen. Nee, we begrijpen het wel, Roel. Je kunt gaan. Dag, mevrouw. Op je knieën. Ja. Ik maak een patatje. Nee, dan had je zelf maar patat moeten kopen. Hoezo graag een patatje? Ja, maar net wou je geen patat, krijg je nou ook geen patat. Wil je misschien ruilen met dit leuke shirtje voor die zak patat? Oh, ja, dat wil ik wel. Dankjewel. Mooi shirt. Dat is zo leuk. Van de kamer. Ha, ik pas het wel even uit. Ik was het gewoon wel even uit. Dat ik dit helemaal niet leuk vind. Het is wel leuk. Is dit leuk? Het is hartstikke leuk. Is dit leuk? Ja, dat vind ik wel leuk. Weet je wat leuk is? Dat is leuk. Fiona. Ik heb een pot spruiten gekocht als een aanbieding. Heb je niet iets vers? Nou, als Martine Bijl zegt dat het vers is, is het vers. Maar mevrouw Patijn heeft een hele droge huid. Ja, maar die heeft Martine Bijl toch ook? Je moet er groeten van hebben. Doei. Het wordt een spruitenmaskertje. Een spruitenmaskertje? Ja, de kloven krijgen daardoor geen kans onder de huid zich te nestelen. En daardoor komt er een vloeistof vrij dat in combinatie met de spruiten net dat kleine beetje extra vocht geeft dat een tundrahuid nodig heeft. Ik heb er nog nooit van gehoord. Het is een Zweedse manier van gezichtsreiniging. Hoe noemt u dat dan? Spreuterenegeur. Spreuterenegeur. Oh. Nou, het ruikt in elk geval niet lekker. Nee, maar doen we dat niet allemaal? Ik laat het nu lekker intrekken. Laat ik u daarna even alleen. Wilt u nog iets drinken? Nee hoor, ik lig heerlijk ontspannen. Ja, u moet het spruiten de kans geven om in uw huidsappen te trekken. Ik haal even de koffie en tot straks. Dag. Oh, de vrouw van Jaap komt vanavond. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Met het oog op morgen, de krant van morgen, Den Haag vandaag en achtergronden van het nieuws. Binnen is het 28 graden, buiten hangt Wim Bosboom. Mevrouw Timmermans. Goedenavond. U bent Jaap zijn vrouw. Nee, ik ben Jaap zijn vrouw niet. Ik ben Jaap zijn moeder. En neem me niet kwalijk dat ik een beetje laat ben, maar de dienst was uitgelopen. Dus u heeft gebeld? Ja, kind, dat was me een toestand gisteren nacht, zeg. Ik ben s'avonds altijd aan het brainen. En dan komt Jaap thuis en dan lezen wij samen een stukje uit Anne Frank. En dan gaan we weer vredig slapen. Maar gisteravond kwamen wij niet opdagen. Dus ik bel de hervormde kerk alarmcentraal. En Anton de Goede gaat op zijn bakfiets alle EO alarmpunten af. Maar niks hoor, was niet te vinden. Zo waarlijk, hij was niet opgestaan. Toen heb ik uiteindelijk de school maar gebeld. Nou, dan is het toch in orde? Zou ik u een persoonlijke vraag mogen stellen?
Hebt u vlees met hem gehad? Pardon? Hebt u vlees met hem gehad? We hebben koek gehapt. Ja, ja, dat bedoel ik. Nee, gewoon koek en dan hap. Ja, ik weet niet van welk geloof u bent, maar wij gebruiken altijd als metafoor zondig vlees. Oh nee, er is helemaal niets gebeurd. Zuster, trouw met hem. Ik geef je 35.000 gulden toe. Alsjeblieft, ik kan er niet meer tegen. De jongen zit me dat hier. Ik breng me dag en nacht ontgans aan geitenwolle sokken. Die jongen is er deur niet uit te krijgen. Ik word er helemaal knettergek van. Ja, ik kan er niet meer tegen. Alsjeblieft, trouw met hem. Ja, mevrouwtje, zo erg is het toch niet? Oh, u hebt geen flauw idee. Eerst mijn oudste zoon gek naar de verdoemenis met die Hermien van hem. Aan die dochters. Sodoma en Gomorra. En dan mijn jongste dochter. Ja, die zit in Afrika, in Rwanda. Ja, die zendelingen. Ja, die zit je me daar midden in de rimboe. Die heeft geen satellietschotel op de hut. Midden tussen de toetsies en de voetsies. Kan je het gat voor fortuin niet ontvangen. Ja, alsjeblieft, trouw met hem. U bent toch al een bedorven vrouw. Bedorven? Ja, u moest eens weten wat er over u wordt afgesnoefd bij ons in de kerk tijdens de collecte. Over uw zondige praktijken. Daar is mijn zoon, een en al liefde. Roel, is jouw moeder zondig? Nou, zondig. Ik vind wel dat er de laatste tijd veel vreemde mannen hier in het huis rondlopen. Dat bedoel ik. Nog even, ik ben de enige die mezelf nog kent. Toch stel je niet zo aan, er komen hier nooit mannen over de vloer. Ja, mijn buren, maar dat zijn homo's. Mag dat dan weer beduiden? Of er komt wel eens een klant in mijn schoonheid. Ik ben hem vergeten. Wie? Mevrouw Patijn met de spruiten. Roel, doe je even open. O jee, weg zachte huid. Ook goedenavond. Ah, als we daar Jaap niet hebben. Ik moet steeds maar aan je moeder denken. Ik ga niet zonder, ik moet er spreken. Ik wil in een ezeltje prikken. Ik wil in de koek happen. Ik moet steeds maar aan dat denken. Nou, dat is nou ook grappig. Mijn moeder heeft echt geen moment aan jou gedacht. Ik kan niet zonder. Ik wil spuit uit de broek met haar spelen. Ik kan niet zonder. Jaap? Ja? Mag ik op je rug? Doe er maar, mijn jong. Oh, gudde. Ik zie niks. U wilt toch een kopje koffie? Ik heb een dorst. Van heb ik jou daar? Nou, u kunt erop vertrouwen dat u een kopje koffie krijgt. Dag, Fiona. Jaap. Hoe gaat het ermee? Moeder. Jaap, mijn jongen. Goedenavond. Wat doe jij hier? Dat lukt toch nooit? Je kan me toch niet 6 keer aan een vrouw koppelen? Ach man, zo heb ik graag toch ook aan Hermien geholpen. Voordat Hermien gaat leerde kennen, was toch ook maar een ezeltje priksletje. Moeder, eens komt het niet. Ja, de dag is oordeel zij bedoelen. Ga zitten. Scotty. Ach, dan moet u natuurlijk mevrouw Timmermans zijn. Aangenaam, ik ben de collega van uw man. Nee, dat is mijn man niet, dat is mijn zoon. Maar als ik me niet vergis, ben u dan de Duitse leraar. Ja, inderdaad. Och, wat aardig dat ik u ontmoet. Ik heb zoveel over u gehoord. Ja, ik kan er nou even niet op komen. Zullen we wat drinken? Nou, graag een kopje koffie, Fiona. Ja. Wel even bidden, hè, voor de koffie. Lieve heer, zeer in deze koffie. Dat onze darmen mag stimuleren, dat onze veugen lustend mag bedwingen. En ik vraag u zeer een vergeerd leven naar vooral gezuster in Maculata. Dat ik zie mijn spruiten te wachten op je. De papier op aarde valt haar niet zijn deel aan. Wie is die vrouw? Vrouw? Stel je nou even voor. Ik ben geen vrouw. Zet die jongen. Ah, ik ben Ada Timmermans. Ik ben de moeder van Gert Timmermans. De moeder van Gert? En van Jaap Timmermans. Ja, en van Joke Timmermans. En van Sjaantje Timmermans. En van Andries Timmermans. En van Karel Timmermans. En van Monique. Ik heb één. En van Meijert en van Roep. Voor jouw grijze haren. Zij bekronen een moeders gezicht. Zij verzachten. Yeah.
zonder zijn.